Vanavond in Radar en vanochtend in Trouw het onderwerp de bijwerkingen van antidepressiva. Antoinette Herzenberg is hier, de baas van Radar. Wat was jullie bedoeling met dat onderwerp? Nou, wij hebben 5 jaar geleden, meen ik, 2002, nog iets langer geleden, een uitzending gemaakt over de bijwerking van antidepressiva. Er was destijds in het buitenland al redelijk wat berichtgeving over geweest dat mensen echt totaal konden doorslaan van antidepressiva. Toen hebben we al heel veel reacties gehad en dat bleef eigenlijk maar doorgaan. En mede naar aanleiding van een aantal rechtszaken waarbij mensen mogelijk antidepressiva gebruikt hadden en de stoppen echt werkelijk doorgeslagen hebben, de bijlmoorden en dat soort excessieve toestanden heb ik het over. En wij gedacht, wij zetten een enquête op onze website. We hebben vragen opgesteld in nauw overleg met een aantal wetenschappers. En we roepen mensen op die antidepressiva gebruiken om die enquête in te vullen. En dat hebben meer dan 11.000 mensen gedaan. Dat is echt ontzettend veel. Dat is in de hele wereld nog niet eerder voorgekomen dat zoveel mensen dat gedaan hebben. En wij weten ook heel goed dat dat geen representatieve enquête is. Dat hebben we vanavond ook heel duidelijk gemeld in de uitzending. Mensen die negatief zijn over antidepressiva zullen eerder reageren op zo'n enquête en hun ervaringen daarachter laten dan mensen die positief zijn. Evengoed zaten er nog heel veel positieve mensen tussen. Maar er zaten ook wel schrikbarende en ontstellende reacties binnen bij van mensen die negatieve ervaringen hadden met antidepressiva. Waarbij een aantal reacties zaten die nog niet eerder echt onderkend waren als bijwerking van antidepressiva. Ja, namelijk zeer agressief en vooral in het rijgedrag. Ook in het rijgedrag, dat komt heel veel voor. En dat is gevaarlijk natuurlijk. Nou, dat zou voor mensen persoonlijk gevaarlijk kunnen zijn, maar kan ook voor de omgeving gevaarlijk zijn. Ja. Is het zo, meneer Pequin, dat mensen dat niet weten als ze die depressiva krijgen voorgeschreven? Ik denk wel dat het is bekend. Het is bekend dat antidepressiva activiteit kan uitlokken nog voordat de patiënt zijn stemming opgeknapt is. Dat is een probleem wat we kennen. En artsen leren ook dat heel goed in de gaten te houden. Nou is het punt natuurlijk, hoeveel voorlichting moet een arts een patiënt geven? Want de lijst van bijwerkingen van antidepressiva is heel royaal. Er zijn heel veel bijwerkingen. Mm-hmm. En je zit ook altijd met het probleem dat een patiënt die depressief is ook heel veel moeite heeft om die motivatie op te brengen om medicatie te gebruiken. Dus je zit als arts, als psychiater, als huisarts altijd een beetje te wikken en te wegen. Hoe breng ik die twee bij elkaar? Enerzijds het feit dat elk werkzaam medicament ook bijwerking heeft. Denk maar aan de oncologie. Als je goed behandeld wordt voor kanker met medicatie, dan vallen je haren zelfs uit. Dus de meeste patiënten zijn zich bewust natuurlijk dat elk goed werkend medicament bijwerkingen geeft. Maar zegt u nou eigenlijk dus dat u de uitslag van de enquête niet verrassend vindt? Ik vind hem in die zin niet verrassend dat ik eigenlijk nog steeds niet weet wat nou de statistiek is. Wat zijn de getallen nou echt? Dat weten we natuurlijk niet aan de hand van de enquête. Nou, dat is erg genoeg. Nou, niet aan de hand van onze enquête kun je dat niet weten, want het is geen representatieve enquête. Maar het is erg genoeg dat dit soort getallen niet bekend zijn als je weet dat er 1 miljoen mensen in Nederland antidepressiva slikken. Een half miljoen. Nou, goed. De getallen die wij hebben. Toch een factor 100. Maar hoe komt u aan het getal van 1 miljoen? Dat moet je me niet exact vragen, maar dat getal, dat hangt er ook een beetje vanaf hoe je rekent. Als je kijkt per jaar wat ze gebruiken of per maand, dan zijn die getallen weer anders. Maar zelfs een half miljoen is heel veel. Nou, zelfs een half miljoen is heel veel. Overigens, de Nederlandse huisartsgenootschap die ik vanavond in de studio had, die onderschreef het aantal. Dus ook daar zijn natuurlijk altijd weer discussies over mogelijk. Ja. Maar er zijn verschrikkelijk veel mensen in Nederland die antidepressiva gebruiken. Precies. De huisartsen hebben vanavond ook toegegeven, daar zijn we gewoon in doorgeschoten. Er zijn te veel mensen die het middel voorgeschreven krijgen, ook voor milde aandoeningen die het eigenlijk misschien helemaal niet nodig hebben. Ja. En als je dan weet dat die mensen zeker in de eerste 4-6 weken een ernstig risico lopen op heftige bijwerkingen die een risico zullen kunnen zijn voor zichzelf en voor anderen. Wat die mensen ons zeiden, want we hebben veel mensen aan de telefoon ook gesproken. We hebben 900 verhalen, hebben we gebundeld in twee dikke rapporten. Die gaan we ook aanbieden aan de minister en aan andere instituten. Mensen laten heel erg emotionele verhalen achter wat hen overkomen is. Ze zeggen, hadden we dit maar van tevoren geweten? Want dan had mijn familie ook gewaarschuwd geweest zijn dat ik mogelijk suïcidaal zou worden. Dan hadden ze op me kunnen letten in die tijd. Het klinkt toch alsof de beroepsgroep hier enigszins tekort schiet? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat wij leiden artsen op om hier heel erg goed op te letten. Ja. En het is natuurlijk ook zo, als je de richtlijn van de Nederlandse huisartsgenootschap leest, dan is dat een hele terughoudende richtlijn. Ja, als artsen zich niet aan die richtlijn houden,
is het natuurlijk wel een groot probleem. En maar terughoudend, bedoelt u terughoudend in het voorschrijven van die antidepressiva? Ja. En dat het doorgeschoten is, dat deel ik. Ik vind ook dat, als je nagaat dat de groei inderdaad zo'n 6-7% per jaar is in de afgelopen 10-15 jaar, dan komt er een punt dat je zegt van, is dit een ziekte? Of is dit een poging om mensen die het moeilijk hebben met het leven met een medicament te helpen? Dus die discussie vind ik heel erg belangrijk. Ja, nou, een andere discussie die heel belangrijk is, dat mensen terecht kunnen bij een huisarts met deze bijwerkingen. Er zijn nog steeds, en dat horen we ook terug uit die verhalen, mensen die teruggaan. Het punt is natuurlijk, je bent depressief. Vervolgens ga je een antidepressivum gebruiken. En dan krijg je zelfmoordneigingen. Mensen worden suicidaal. Ja, komt veel voor. Nee, dan gaan ze terug naar die huisarts en dan zegt die huisarts, maar u was al depressief. Nee, dat is het precies het probleem met hoe jullie het programma gepresenteerd hebben. Er wordt even gezegd dat heel veel mensen enorm veel baat hebben bij antidepressiva. Nou, dat kan ik beamen. Ik heb 16 jaar op een acute opnameafdeling gewerkt. Daar zie je patiënten die zo depressief zijn dat ze 15 kilo zijn afgevallen. Dat ze niet meer willen eten, niet meer kunnen eten. Inderdaad niet meer willen leven. En dan zijn we ontzettend blij. En de patiënt en de familie en wij als professionals. Helemaal dat eens. Dat hebben we niet één keer, maar een aantal keren benadrukt. Tuurlijk, dat is wel benadrukt, maar toch is het beeld, en dat vind ik de waarschuwing en het risico van het programma van deze uitzending, het beeld wat blijft hangen is dat antidepressiva gevaarlijk zijn en leiden tot agressiviteit. En dat is me echt een brug te ver. Nou, dat bestrijd ik, want we hebben heel duidelijk aangegeven dat het in een aantal gevallen zo is. Maar wat wel zo is, is dat mensen ervaren, en we hebben die mensen gesproken ook, die zeggen, op het moment dat ik het ging gebruiken, werd ik een ander mens. Dus ik was wel depressief, maar ik was niet suïcidaal. Ik was wel depressief, maar ik was niet zo in paniek en ik had niet dergelijke angststoornissen als dat ik kreeg na gebruik van het middel. En mensen zeiden tegen ons, en dat is echt meerdere keren gezegd, we zijn zo blij dat jullie nou eens naar ons luisteren. Want als ik mijn huisarts bel of ik ga terug naar mijn behandelaar, die zegt, nee, maar je was al depressief, dus blijft u nog even doorslikken. Er staat in de richtlijnen van het Nederlands Huisartsengenootschap dat als het middel na 4 tot 6 weken niet aanslaat, dat de dosis verdubbeld moet worden. Nippelwin? Ja, dat is zo. Dat staat in die richtlijn, heb ik gezien. En dat weet ik. Dat is een richtlijn die overigens wel herzien wordt. Daar wordt hard aan gewerkt. Ja, dat hebben we vanavond gehoord. Ja, ja, dat is niet naar aanleiding van jullie programma, maar dat liep al. Het is in de geneeskunde natuurlijk altijd zo, er is voortschrijdend inzicht. Je begint met een middel, dat wordt op 5000 mensen getest. Dan is het goed genoeg. En dan wordt het vervolgens beschikbaar om voor te schrijven. Vaak ook wel onder de druk van consumentenbonden, ook onder de druk van de farmaceutische industrie, laten we dat niet vergeten. En als we het hebben over het doorschieten van het gebruik van antidepressiva voor een hele grote groep mensen in Nederland, waarvan ik denk, ja, natuurlijk, als je je partner verliest, ben je in de rouw. Mag dat een jaar duren? Mag dat misschien zelfs 2 jaar duren? En ik denk dat er veel voorschrijvende huisartsen met name zijn die de tijd niet hebben en het geduld niet hebben en misschien de gespreksvaardigheden niet hebben om dat proces zo te begeleiden. En dan ligt dat pilletje misschien toch te snel klaar. Maar toch even terug naar het programma nu. Want kijk, u zegt van, er zijn misschien te veel huisartsen, of er zijn huisartsen die te vroeg een pil voorschrijven. Dat is één ding. Het tweede is dat er mensen zijn die kijken naar het programma van Antoinette en die herkennen zich er misschien in. Of, zegt u, ze schrikken ervan omdat ze zo medicijnen hebben. Nou ja, kijk, ik maak mij zorgen, en daarom ben ik hier ook om dat naar voren te brengen, dat natuurlijk heel veel mensen het programma zullen zien die aarzelend begonnen zijn met het gebruik van antidepressiva op goede gronden en die in hun twijfelzucht, die je natuurlijk hebt bij een depressie, want het is een kenmerk van de depressie, nu denken, oh nee, toch maar niet. Maar zullen ze dan niet gewoon hun huisarts bellen? Zullen ze dan niet zeggen, ik heb gisteren naar de televisie gekeken, meneer de huisarts, en daar zag ik dit en dit. En is dat niet juist een goed gevolg van zo'n uitzending? Nou, een heel groot probleem bij eigenlijk alle medicatiegebruik is zeg maar het probleem van therapietrouw. Dus dat patiënten niet in overleg met hun dokter stoppen of minder nemen of stoppen en zelfs niet eens melden of 2 weken later dat pas vertellen. Nou, daar hebben we echt heel nadrukkelijk een paar keer en ook aan het eind van het programma heel nadrukkelijk opgeroepen. Ja. Ga niet zelf stoppen, ga naar je huisarts, want juist ook als je stopt, dan treden weer ernstige bijwerkingen op of die kunnen dan weer optreden. Dus dat hebben we heel erg nadrukkelijk gedaan. Het alternatief is om het niet te vertellen, dit soort bijwerkingen. Om mensen niet. Nee, dat zou ik niet doen. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen het weet. Ik denk dat het heel goed is dat jullie het aanhangig maken. Maar mijn zorg gaat uit naar de eenzijdigheid van de manier waarop jullie het gepositioneerd hebben. Het klinkt, als je die volgorde ziet, het zoomt geleidelijk in steeds meer naar het is gevaarlijk. Ja, dat bestrijd ik echt. Dat vind ik niet. Zullen we even kijken? Ja, een stukje van de presentatie hoe het programma vanavond dit probleem introduceerde, Radar.
Er zijn nog nooit zoveel reacties gekomen op een oproep om negatieve ervaringen met antidepressiva te melden. We moeten er wel bij zeggen dat de enquête niet representatief is. Omdat veel mensen die wel positieve ervaringen met antidepressiva hebben, waarschijnlijk minder snel zullen reageren. Maar volgens deskundigen is het resultaat daarom niet minder schokkend. Onze mailbox stroomt vol met verhalen van mensen die ernstige problemen krijgen na het gebruik van een antidepressivum. En de enquête op onze website wordt maar liefst ruim 11.000 keer ingevuld. Het ene verhaal is nog schrijnender dan het andere. Ja, het is natuurlijk niet raar dat in een consumentenprogramma met name mensen reageren op iets wat niet goed is aan het product wat ze hebben gekocht of toegediend krijgen. Ja, maar wat blijft hangen is dat 11.000 mensen problemen hebben met antidepressiva. Ja. Dat is wat blijft hangen. Ja, dat is nergens gezegd, want het waren niet. Het zijn 11.000 mensen die een enquête hebben ingevuld, waarvan 70% bijwerken. En dat is ook allemaal uitgelegd. Bovendien zat er een gesprek na de filmpjes van 8 minuten met het Nederlands Huisartsengenootschap, die alle gelegenheid gehad hebben om nog bepaalde zaken te nuanceren en ook te zeggen van, nou, wij zullen onze richtlijnen aanpassen. Wij vinden zelf ook dat het gebruik wel enigszins is doorgeschoten in Nederland. En wij vinden ook dat er meer gesproken moet worden met mensen en minder snel pillen worden voorgeschreven. Nou, dat lijkt me uitstekend. Nee, jullie bereiken dingen met je programma, dat is duidelijk. En ik denk ook dat het goed is dat het aanhangig wordt gemaakt. Maar goed, de waarschuwing die ik nog eens herhaal is hoe belangrijk het is dat mensen die twijfelen en die misschien alleen maar de eerste 10 minuten hebben gezien, dat die inderdaad niet stoppen zonder enig overleg. Gaan we er nog meer afleveringen van maken? Of was dit, nou, we weten het nooit. Dat zou kunnen. Dat hangt ook wel een beetje van de reacties af. Ja. Mag ik een vraag? Hoe blijvend verslavend zijn antidepressiva? Nou, het vervelende van antidepressiva is als je die in de strijd gooit zonder verdere behandeling, hè, dus zonder gesprekstherapie, zonder de levensgewoonte van mensen te helpen beïnvloeden, zonder de patiënt, cliënt te helpen om ook met zichzelf en zijn omgeving anders om te gaan, ja, dan is er kans heel groot dat je aan zo'n antidepressivum jaren blijft hangen. Right. Ik ben er een tegenstander van om mensen langer dan 1,5, 2 jaar met antidepressieven te behandelen. Het is een hulpmiddel om in die tussentijd psychologisch en sociaal en in de hele omgeving van mensen iets te doen waardoor dat leven weer wat kwaliteit krijgt. En die antidepressiva niet meer nodig zijn. Okay. Onze economie op dit moment is op antidepressiva. Ja? Dus vandaar ik de vraag even stelde. Dus of wanneer we er vanaf komen. Of er vanaf komen. Is nou welk dan een bijwerking?